Really? Really? Yo mensen van Dutch Gaming en leuk jullie weer kijken naar Rise of the Tomb Raider. We zitten nog steeds gezellig in de tomb uit volgens mij. Juist. Laura, schatje, misschien omhoog? Laura, moppie. Ja, goed zo. Goed zo, moppie. Oké, om dat dus te doen, moeten wij dat water daar weghalen, denk ik. Kijken, moet dat water daar weg? Ja, dat moet daar weg. Anders kunnen we die boel niet in de fik zetten, dus laten we eens kijken of we dat voor elkaar kunnen gaan boksen. Boksen, snap je, omdat we deze box openmaken. De boel zakt nog steeds een beetje in. Oké. Okay. Nou, niet uit. Waar ga je het zoeken? Mechanism for a bomb. The same handiwork. It must have been gathering the supplies for a long time. Ja, hier zit een scheur, lekker schat. Er moet er iets op zitten wat we kunnen checken. Iets van code of zo. Meestal zit er nog wel iets van een fragment aan, maar oké. There's minecarts. Perhaps they could block the water. Minecarts. Yes, that's it. The water is blocked. Voor hoe lang? Ja. Damn it. Got to find a way to block it for good. Dat was best wel jammer. Dat is echt heel pittig jammer dat ik dat nou te lang heb gedaan. Must be a way to free another cart. There it is. Kunnen we niet eentje craften, zoals op Minecraft. Got to find a way inside. Nog iets van Russisch. Uranium ore. Ah, uranium. Dat is nasty shit. Must be a way to free another cart. Ja, ja. Must be a way to free another cart. Hey, back. Allee, hop. Laura, meid, je sprong vernaast. Oh my god. Troek. Must be a way to free another. Hou je bek! Must be a way to free another cart. Dit ding zit er niet zomaar. Hier ligt een kart. Maar must be a way to free another cart. Ik zie niks wat we hier kunnen doen. Must be a way to free another cart. Nou, je kaaklijn. Oh, wacht. Hey, shit. Rustig. Another mural. Nou, nee, geen uitleg. Okay. Must be a way to free another cart. Must be a way to free another cart. Hoe kom ik daar dan? Niet of zo. Iets van kan hier tussendoor of het is
hier beneden door. Er moet hier iets zitten nog. Kan je ook nog wat anders zeggen, lekker ding? Oh. Oh. Kijk. Ik zou bijna zeggen van ik flikker het via die kant erin, maar dat gaat hem sowieso niet worden. Kijk als we een stukje omhoog gaan, even kijken wat we daar kunnen vinden dan. Wacht. Wat is dit? Kaart bijgewerkt. Someone was hiding mining tools. We can no longer. And makeshift weapons. Must be a way to free another cart. Die werkt niet. Die... Must be a way to free another cart. Kijk, wat? Ik heb alles al daarboven geprobeerd. Must be a way to free another cart. Laten we nog een keertje aan het ding gaan proberen te hangen, dan gaan we het even kijken. Ik vind het best wel vervelend dat we niks kunnen vinden nog. Be a way to free another cart. Ja, dat heb je al 40 keer gezegd. Ik blijf op die knop drukken omdat ik wil weten of er niet iets in de buurt zit. We gaan nog een keer naar die dingen hangen. Kijken of wat er dan gebeurt. Er moet nog iets gebeuren. Dus moeten we sneller zijn. Way to free another cart. Er zit niks aan. Ah, ik zou zeggen van ik kan daar een pijl in knallen. Ofwel. Wacht even van. Ik kan de touwdring ook gebruiken om te zorgen dat er iets naar beneden komt. Waar ik iets aan vast kan maken. Dus een soort van zipline. Die paal kan ik daar dus voor gebruiken. En er zit nog een minecart daar. Dus misschien zit hier wel iets van een dingetje aan waar ik mijn. Bam. Crank it. Ik wist wel dat het ergens een keer zou gaan lukken. Die gaat daarheen. That did it. Nailed it. Now for a little fire. Nailed it. Oh. I fucked it up. Dat is gewoon leuk. Ik vind het toch altijd. Ah, had je idee. Da-da-da-da. Nee, niet meer. Geen wat benieuwd dat we nog iets moeten zoeken. Geef eens even een lichtje, schat. Schatty, lichtje, lampje, licht ons even bij. Want ik zie het echt fucking slecht. Nee, niet hoor, licht ons er maar niet bij. Jouw probleem niet te weinig. Oké. Looks like they dragged it out of here. Tada! Eens kijken wat we drie keer hebben gevonden. It's an ancient codex. En die vergaat meteen bij de eerste zicht van licht. Helder groene ogen. What?
Verbeteren van leven op zijn bijen van je vallen, oké. Okay. Ik denk dat we hier eigenlijk een val gaan zien. Waar de boel helemaal in caved. Between the amateur excavation and the cave-in. But it must be connected to the prophet. Okay, alles is connected to the prophet. Where they first broke through. Should lead out as well. Die ladder ziet er zo roestig uit. Ik denk als je die daar zelf van open haalt dat je dood bent. Nou ja, minimaal een vergiftiging heb. Niemand hakt zoals Lara Croft. Allee op. Oh, blijf hangen, blijf haken. Oh. Nee, oké. Okay. Nee. Laura, schatje, Scotty, doe even je werk goed. Hop, oké. Okay. Ik weet dat er zoiets gaat gebeuren, ik voel het gewoon. Het is meestal altijd zo als je zoiets nieuws krijgt dat er ook een val zit. Daarom ben ik ook zo voorzichtig. Daarom doe ik dit ook zo vaak, lieve mensen. Daarom doe ik dit gewoon zo vaak. Omdat ik weet dat dit soort dingen altijd wel iets van waarheid in zitten. Dus dat je een nieuw iets ziet en lichtelijk meteen fuck bent. Of ik kan het ook totaal verkeerd bij nu zitten. Zal er nog meer zitten eigenlijk? Ik denk het niet. Ik denk dat dit echt alles was in de tombe. Of ik kan er totaal naast zitten over die val. Maar het lijkt me heel sterk dat er hier niks geen val zit. En mensen, doe natuurlijk even een blauw duimpje hoog op deze video vast als je dat niet gedaan hebt. Klik af en toe ook dat oog rechtsboven in het beeldscherm. Dat kan je doorverwijzen naar een andere video als jullie dat nog niet wisten. Ja, natuurlijk ook naar de... Ergens in de video zit natuurlijk ook een deeltje verstopt van een oudere video van mij. Naar de andere tombrede deel. En naar supercoole andere video's die wij ook doen. En hier en daar drop ik ook wel eens een video van een oudere video in van mij. Van een paar jaar geleden of zo. Looks like pitch blend. Must have been a uranium mine. Kunnen we ook weer sluiten? Nee, oké. Wacht, is dat nog een dingetje? Een vol. Onderdeel compound boog. Nice, 2 van de 4. Wat? Nog een kast? Jezus, hoeveel kassen hebben ze wel niet hier? Dit zoveel. Godverdomme. Oké, mooi, alles is leeg hier. Mooi. Kijken wat hier boven zit. Anders krijg ik dat natuurlijk weer te horen. Ja, je hebt niet op het dak gekeken, dus laten we dat ook even doen. Nou, een kaart. Kaart bijgewerkt. Badjes al allemaal zakken. First aid. Oké. Nou, begint nog te regenen ook. Nog een snelle leerlingdeel. The hero of the Soviet Union medal. It's the highest honor given for acts of heroism. Perhaps one of the Gulag officers. Die staat wat op, schat. Er staat hier wat. Lees eens voor.
niet, hè? Wacht, dit gaan we dus ook nog gebruiken binnenkort. Paddo's, always the mushrooms. Hop. En jank. En nog een propaganda deel. Nee, niks boeiends. Oké, okay, jammer dan. Oké. Okay. Wat? Loot, pijlen. Er zit toch wel wat meer hier, oh? Ben ik... Really? Really? Mensen, doe een blauw duimpje omhoog op deze video als je deze video leuk vindt. En ja, we gaan de volgende keer wel weer helemaal weer terug naar boven toe. Mensen, keep it up, keep it Dutch. En tot de volgende keer. Later.